En moet je kijken wat een mooie trap. Kijk, leuk als zo'n trap die 100.000 keer gerepareerd is. Maar daar komen we niet voor. Want ik heb de mooiste Morris Minor meegebracht die ik ooit gezien heb. Ja, echt. Een Morris Minor 63. Volledig gerestaureerd. Ik kan het u laten zien. Ik kan het, nog sterker, ik kan het bewijzen. Best Car of Show 1999. 2005. Ja, het is niet zo moeilijk om een gerestaureerde auto voor de camera te krijgen. Maar het is best moeilijk om een goedkope, tussen aanhalingstekens, gerestaureerde auto voor de camera te krijgen. Een dure Jaguar gerestaureerd is allemaal niet zo moeilijk. Maar wie restaureert er nou zo'n mooi Morris Minertje? Wat de meeste mensen niet weten, dat elk Isogonis heette die man. Dat was de geestelijke vader van de Mini. Maar die heeft deze auto ook ontworpen. Is niet echt bekend. Maar als je goed oplet, kun je zien, hij heeft dezelfde insteek. Dus dat wil zeggen, veel binnenruimte gecreëerd. Veel ruimte achterin, dat je toch met z'n vierde kunt zitten. Dat is ook een beetje de bedoeling bij de Mini. Maar die Mini was te klein, dus die hebben ze alleen maar in twee deuren uitgevoerd. En deze auto hebben ze ook in vier deuren uitgevoerd. Hij heeft ook dezelfde auto ontworpen. Dat is best wel een geniaal idee. En dan te bedenken dat er 1,6 miljoen van je dingen gemaakt zijn. Ja, history. De originele aankoopfactuur in die tijd. 618 pounds kostte die. Nieuw. Met wat accessoires. Inruil van de Citroën 2CV, jawel. Heritage-certificaat. Originele folders. Kijk, je ziet wel eens dat er een mooie historie bijgehouden is. Maar niet bij een Morris Minor. Wel bij een Rolls of een Bentley of een Jaguar, weet ik veel. Maar niet bij een Morris Minor. Kijk, elke MOT, elk jaar. Vult u maar in, meneer. Ja, is toch geweldig. Ik rijd nu 50 mijl, even gas. 55 mijl, 60 mijl. Dat is ook niet echt langzaam. Dan bedenk ik dat we hier maar 80 kilometer mogen rijden. Dat is 50 mijl. Ach, weet je, het is geen scheurreis, het is gewoon een lekkere auto. Het leuke is, het is een beetje een gezellige auto. Hij is gewoon gezellig. Oh, een gezellig autootje. Met z'n vieren erin, hapje eten ergens. Ja,